De rally Omloop van Vlaanderen gaat op vrijdagavond van start met twee klassementsproeven. De Schouwproef in Beveren en KP Isegem. Het is de 52e editie van de Omloop. Accent Jobs is de hoofdsponsor. Hier Yves Bruneel met de Subaru N14 van Fiction. Is hersteld na de crash in Stade. Voorlopig is Bruneel zesde in de productieklasse. Na die twee openingsproeven op vrijdagavond. Bert Koenen in de GNV Lancer Evo 10. 15e algemeen en derde in groep N op vrijdagavond. Stefan Lonij is er weer bij. Zijn co is Ludo Loyes, de voormalige co van Jonas Langenakens. 14e algemeen en tweede in de productieklasse. Heeft 12 seconden voorsprong op Bert Koenen. De M3 van Matthias Vianen. Speed on the track, safety on the road. Tweede in de tweewielaangedreven klasse, is 12e algemeen. Blijft een heerlijke verschijning, die oude BMW M3. Een Skoda Octavia WRC met Bart Maas aan het stuur. Skoda van BMA, 11e plaats algemeen voor Maas. Jonas Langenakens gaat aan de leiding in de productieklasse. Dat is geen verrassing, is 9e algemeen. Hij kan hier al de titel pakken in groep N. Debuut in de Subaru WRC van Hans Wijs Junior, de Nederlander. De Subaru S9, die nu deel uitmaakt van de NCRS-structuur. De ex-Litaar Subaru. Wijs is meteen spectaculair aan boord van de Subaru. Is 8e algemeen. Heeft vooraf amper kunnen testen. Andy Lefevre onderweg op intermediate vrijdagavond. 7e algemeen en leider in de M16. David Bonjean met zijn Peugeot 307. Eddie Snaat is een co-rijder. Hij is 6e. En dan de supersnelle Jasper van den Heuvel in een Lancer Evo 10 R4. 5e plaats op 25,4 seconden vrijdagavond. Tim van Parijs zit weer aan het stuur van de Focus WRC 05 van het Structo team met een 4e plaats op 16 seconden. Van Parijs die zijn Porsche heeft ingeruild voor deze Focus. Bernd Kazier zit aan het stuur van de Subaru S12 X-Snijers, nu gerund door NCRS. Ook Kazier heeft vooraf amper kunnen testen. Derde plaats voor Kazier op 7,1 seconden van de leider. Dit is de Belgische première voor de Mini WRC met de grote brieven van 33 mm. De auto was al te zien in Ieper, maar dan in een Super 2000 versie. Uiteraard Patrick Snijers aan het stuur, heeft meer vermogen nu met die grotere restrictor. Maar moet het met zijn 1.6 turbo wel opnemen tegen de 2 liter turbo. Een bestijd voor Snijers op KP Isegem. Hij is tweede vrijdagavond op 2,5 seconden. Zijn co is Johan Gitsels van Logitech. Hier is de leider in de rally, Pieter Tjoen. Zijn titelrivaal, Alexandre Romain, is er niet bij. Opnieuw Robin Buismans als de co voor Tjoen hier in Roeselare. De eerste samenwerking tussen Tjoen en Buismans eindigde tegen een boom in Bocholt. De stand vrijdagavond, Tjoen aan de leiding, op 2,5 seconden gevolgd door Snijers. Kazier op 7,1, Van Parijs op 16 seconden en Jasper van den Heuvel met de R4 op 25,4 seconden. De start zaterdag morgen van Melissa de Bakkere met de Ford Focus WRC 08 X-Tune, aangekocht door NCRS. Maar ze kent heel wat ellende op vrijdagavond. Ze verliest ettelijke minuten en speelt niet mee voor de ereplaatsen. Vooraf had ze getest in de Rallye de l'Assommoir. De batterij is op een of andere manier uitgeschakeld, dus we hadden niks meer van display. We staan op de startprocedure en plots viel alles uit. We hebben de laatste proef nu nog lek gereden en nog 3 minuten te laat gepanteerd. Te veel tijd genomen, dus ja. We moeten gewoon verder doen met ons leerproces, met de Focus. Later die dag de opgave van Melissa de Bakkere. Prima start van dag 2 voor Bert Kazier met een bestijd op KP nummer 3. Naast Kazier zit co-Francis Kaasemaker. Op Brazzaville laten lopen, wordt er als 10 afval. Heeft het top Brazzaville, wordt links 20 steden misschien afval. 200. Kjoter remmen voor, rest naar links lopen, wordt er 60 getangen. Brit en vloot, rest naar links lopen, wordt er 60 getangen. Bestijden voor Pieter Tjoen op de proeven 5 en 6 aan boord van zijn Citroën C4 WRC.
Hij verstevigt daarmee zijn koppositie. En een bestheid, een scratch voor Patrick Snijers op KP4. Het is zijn tweede bestheid van de rally. Hij strijdt met Kazier voor de tweede plaats. Patrick Snijers en Johan Gitsels aan boord van de Mini WRC. 75 en rechts 80. 700 meter. Links 75, wip opgepast. Jonas Langenakens ligt er dan al uit. Hij raakte niet aan de start van de eerste proef op zaterdagmorgen. Vandaag wou ik eigenlijk het ritme een beetje opdrijven door full te attackeren. Maar ja, onderweg naar de eerste KP sloeg het noodlot toe en hadden we elektrische problemen. Je hebt moeten opgeven. Het kampioenschap, de titel. Je kon hier de titel in groep N winnen. Die viering is nog even uitgesteld. Ontgoocheld? Ja, inderdaad. Ik denk dat iedereen ontgoocheld is. Al de supporters en zo zijn ook zwaar aangeslagen. Ja, goed, voor het kampioenschap is dat een jammere zaak. Maar er zijn nog twee wedstrijden te gaan. En in de EBR gaan we zeker aan 110% vertrekken. Het feestje van Langenakens is uitgesteld. Ook Stefan Lonijn wordt ver teruggeslagen. Op KP nummer 6 verliest hij 4 minuten. Hij is dan 8e in de productieklasse. We noteren ook de opgave van Jasper van den Heuvel op KP nummer 5 op Zilverberg. Toch weer een geslaagd optreden, al was het van korte duur. En nog een slachtoffer op KP 5 op Zilverberg is Hans Wijs Junior. Hij verdwijnt met pech op de Subaru uit de wedstrijd. En dat is toch wel doodjammer. Want wat is dat een spektakelmaker, die Hans Wijs. Matthias Vianen staat knap 6e na de eerste lus van 4 proeven zaterdagmorgen. Leider in de 2-wielaangedreven klasse na de opgave van Andy Lefevre. Maar Vianen zal de rally niet uitrijden. Hij krijgt achteraf toch de BFO Award. Bert Koenen is nu de verrassende leider in de productieklasse. Met een 8e plek algemeen. Aan boord van de Lancer, Mitsubishi Lancer Evo 10. Zijn co is Werner Torres. Er zijn nogal wat Britten aan de start in de Roeselare. Dit is Peter Lloyd, 7e plaats met zijn Subaru S14. Naar verluid is dit de allerlaatste Subaru die gebouwd werd door ProDrive. Patrick Snijers in de Mini. Hij is aan een maxi-prestatie bezig. Na 5 proeven staat hij 3e op 18,6 seconden van de leider. En op 2,6 seconden van Bernd Kazier. Dan gaan we met Snijers naar KP nummer 6, naar Rumbeke. De laatste proef, we gaan eigenlijk van de baan in een remzone, maar dat was omdat de gas blijft gewoon openstaan. En we dachten dat is een eerste probleem wat Mini gehad heeft in het WK. Maar uiteindelijk, ja, we verliezen dat drie minuten of zoiets, denk ik, in de proef. En uiteindelijk is dat schroefje die tussen tussen de gaspedaal gekomen is. En de gas bleef gewoon openstaan. Dat is een heel stom probleem. Snijers zakt naar de 5e plaats op 2 minuten 51. David Bonjean wint zo een positie, gaat naar P4 op 2 minuten en 10 seconden. Stevig op de 3e plaats nu Tim van Parijs met een achterstand van 1 minuut en 7 seconden. Dat is verlost van Patrick Snijers. Hij worstelt wel met de bandenkeuze. We proberen een goede keuze van banden te maken, maar we zijn er nog niet in geslaagd. Van de morgen veel te hard, zijn we nu zacht en nu te zacht. Dus, maar ja, we hebben nog een hele dag, dus het zal wel een keer lukken, denk ik, voor een goede keuze te maken. Bernd Kazier is 2e. Hij draait de 2e tijd op de proeven 5 en 6. En dus 2e in de stand op 23,9 van de man aan de leiding. Rest 20 snijden op
links 22 laat snijden. Wordt rechts 28 laten. 100, topje, anti-res 28 smal. Topje, anti-res 28 smal. We zijn gesmeten geweest vrijdagavond en plezante wagen, moeten we hem nog wat leren kennen, maar de tijden zijn goed en het was een mooie strijd met Patrick, maar jammer genoeg is hij eventjes rechtdoor gegaan. Ik weet niet juist wat er gebeurd is, dus ja, het is een kwestie van niet plat te vallen en een goed tempo te houden. Ja, Kassier doet dat toch wel uitstekend hoor, in zijn eerste rally met de Subaru. Pieter Tjoen stevig aan de leiding, bijna 24 seconden voorsprong op Kassier en een dikke minuut op Van Parijs. Hij heeft al 6 keer gewonnen in Roeselare. Hij deelt het record met Patrick Snijers. We zitten een beetje in een moeilijke positie. Hè. We zijn de enige kampioenschapsrijder nog in koers. En, ja, we hebben geen recht meer op blunders of op opgaves, dus we moeten 3 keer finishen. En, het is zo constant zoeken van, ja, gaan we voor de overwinning of voor het kampioenschap? Geen risico's pakken, maar toch snel genoeg proberen gaan. En vanmorgen was het moeilijk, maar ik heb andere banden gestoken en ik heb veel beter gevoel. De stand na KP nummer 6, Tjoen aan de leiding, dan Kassier, Van Parijs, Bonjean en Snijers na de 5e plaats gezakt op 2 minuten 51. De volgende lus van 4 proeven, met er nu aan toegevoegd de proef op de zoning in de industriezone van de Roeselare. David Bonjean gaat nu weer een bank achteruit, zakt naar P5 op bijna 4 minuten. Bonjean moet zijn 4e plaats inleveren bij Patrick Snijers. Die is nu danig geprikkeld na dat probleem met het gaspedaal, wat er bijna 3 minuten kostte. Met Snijers aan het stuur kan de 2 liters aan. Hij is nu 4e op 3 minuten en 30 seconden. We hebben een plaats kunnen inhalen op Bonjean. Maar Timo die zit meer dan een minuut 30 voor ons. En dat is onmogelijk. Zonder dat zij problemen krijgen is dat onmogelijk om hem in te halen. Maar 4e is goed, ja. Maar we waren aan het strijden voor het podium natuurlijk. En ja, het zijn kleine kinderziektes. Dit jaar was eigenlijk het testjaar. Dus volgend jaar hopen we dat al die kinderziekten opgelost zijn. En hebben kunnen strijden voor het kampioenschap. Timothy van Parijs onbedreigd op de 3e plaats op 1 minuut en 59. Na 11 proeven heeft een voorsprong van 1,5 minuut op Patrick Snijers. Het is leuk, we hebben nu eindelijk de goede bandenkeuze gemaakt na de tweede boekel. En het gaat vrij goed, maar ik zit niet zijn op mijn limieten, maar toch bijna op de limieten van de auto. Voor mijn kunnen, voor de auto. De auto kan rapper, maar Pieter, ja, dat kunnen we zo niet aan. Bernd is iets te snel, dus we staan derde. Ik denk dat we op onze plaats staan. Het is een beetje gevecht met Patrick, daar is waar we 2 rapper. Dan is er een keer eentje rapper, dus wat tof. En het is nog 4 kp's en kijk, ik denk dat het een beetje gaat beginnen regenen, dus het is nog niet gedaan. Weer een reeks van 2e tijden voor Bernd Kassier. Zijn achterstand loopt op tot 51,8 seconden. Tjoen Kassier van Parijs, zeg maar de klan Tjoen op het podium op dit moment. Remmen voor TRS 28. TRS 28. 30. Links 28 verlaten vlot. Links 28 verlaten vlot. 200. 200 de laatste paal. Links 20 vlot. En eigenlijk had Bernd Kassier de BFO Award wel verdiend. Ik denk dat we onze 2e plaats gaan verzekeren. Het is mooie 3 maten op het podium, maar bon, het is nog 5 speciaals te gaan. En als we realistisch zijn, 30 seconden inhalen in normale omstandigheden zal dat niet lukken. En Pieter heeft sterk gereden. Ik ben zeer tevreden volgens de kilometers dat we gedaan hebben, dat we toch dicht bij Pieter zitten. En dat belooft voor de toekomst. Dit is de man die comfortabel aan de leiding gaat in zijn Citroën C4 WRC, Pieter Tjoen. Rally controleren nu. En finishen. En voor een 7e keer winnen in Roeselare. Dat is de opdracht nu van Tjoen en Buismans. Dus hij is links van het hotpunt gegaan. Door te laten was, maar heeft dat 2 keer gedaan. We zijn voorzichtig begonnen na de crash in Bocholt.
terug toch een beetje vertrouwen opdoen. En ja, we moeten ook denken aan het kampioenschap, dus we kunnen niet gewoon gek, als een gek gaan aanvallen. Dus we hebben een beetje gereden op de tijden van de anderen en nu de baan liggen er goed bij. En, ik heb meer en meer vertrouwen in de auto, dus hebben we een mooie kloof kunnen slaan. De stand na KP11, Tune voor Kassier van Parijs. Snijers dus weer op de vierde plaats en de vijfde plek voor David Bonjean met Eddy Snaat als kop. Chris de Bisser is weer aan de start met de Porsche GT3 van Fiction met Steffi Snaat als een co-rijder, de dochter van Eddy. Hij gaat na 11 proeven aan de leiding in de GT-klasse. En in het Service Park even van gedachten wisselen met Tim van Parijs, Porsche-rijder bij uitstek. En intussen wordt voorspeld dat het weer gaat omslaan. Steffi, ik heb de iPad betoog. Buienradar. Chris, buienradar, is dat betrouwbaar, denk je? Ik hoop het. Als Proximus wat wil meewerken, zou dat wel lukken. Ik sta er al op en Yves kent die website van binnen en van buiten. Die kijkt daar iedere dag naar op zijn werk. Dus ik ga nu dat overlaten aan hem, want dat is de eerste keer dat ik daar naar kijk. Alsjeblieft, Yves. Het mag droog blijven voor jou, denk ik. Heel graag, ja. Want het was al super glad vanmorgen in Passendalen. De dauw die ergens nog op de weg lag en het was echt opletten geblazen. Dus ik zou het niet erger willen met nog meer nat op de weg. Nee. Yves, hoe ziet het eruit? Het weer. Ik zie geen wolkje aan de lucht, dus het ziet er goed uit. Voor Chris althans, van ons mag het regenen. Zeg, een chicane al of niet onderweg, dat maakt wel een verschil zeker, hè? Ja. Klein verschotje opgedaan. We hadden de chicane niet genoteerd. Beetje te laks geweest op verkenning en ja, het was weer bijna gedaan. En wat hadden ze gezet voor de chicane? Hoge bandenstapels? Of? Nee, het waren strooien blokken en ja, we zijn daar vol in vijfde toegekomen. Nog kunnen rem, kunnen in de chicane gaan, maar de rechterkant is wat geschaafd. En de Subaru was nog maar net hersteld zeker? Hè? Ja, we zagen hem terug moeten herstellen. Hè. Had jij de chicane, Chris? Ik had de chicane niet op de verkenningen, maar mijn copilote Steffi was op de hoogte gebracht van haar pa, die meegaat met David Bonjean. En die stond wel op onze notas, maar goed. En jullie geven dat niet door aan elkaar? We zijn ervan uit dat wij dat ook weten, maar we horen achteraf dat Dujardin, dat Tim van Parijs, al die mannen hadden dat ook niet genoteerd. Er was een addendum uitgegeven, maar ja, ik zeg het, iets te laks erover gegaan en ja, hier rekening mee houden. Hè. Lees jij dat allemaal, ook die addenda? Ik lees dat niet, nee. Ik hoop dat mijn copilote dat telkens leest. Maar het was voor ons aangenaam, want die chicane was echt opengereten, dus wij konden daar redelijk vlot door. Yves Bruneel eindigt met de Fiction Subaru op de tiende plek algemeen en is tweede in de eindstand van de productieklasse. En Chris de Bisser is de eindwinnaar in GT met een 18e plaats algemeen. Chris van Woensel is nu kampioen in GT zonder aan de start te komen in Roeselare. De Historics met een vierde plaats voor Tuur van den Abele, die zijn leiderspositie in het Connection Historic kampioenschap verstevigt. Meer trouwens over de Historics volgende week hier in Pitstop TV op Live TV. Met zijn BMW was van den Abele niet opgewassen tegen de Escorts, zoals de MK2 van Stefan Stoef. Hij eindigt derde op een dikke halve minuut na een pikkelharde strijd. Stefan Stoef in de 210 en hier Paul Littaar. En die moet zich gewonnen geven in eigen streek en dat is toch wel een verrassing. Halfweg koers verliest hij de leiding in de rally bij de Historics. En hij wordt tweede op ruim 20 seconden. De pollen, de snor wordt geklopt. Geklopt door Didier van Wijnsbergen. Bijzonder knap en snel met zijn MK2. Won begin dit seizoen bij de Historics in Tielt en nu ook de snelste in de omloop van Vlaanderen. Volgende week dus meer in Pitstop TV, een uitgebreide reportage over de Historics. We krijgen regen in de finale van de omloop van Vlaanderen. David Bonjean eindigt vijfde in Roeselare. Patrick Snijers valt net naast het podium.
Maar hij bewijst, hij onderstreept dat er een enorm potentieel zit in de Mini. En zeker als hij aan de knoppen zit. We gaan even naar de zoningproef. De start meemaken hier bij Tim van Parijs en Kurt Heindricks. 250 en voor links 0, rechts houden, die links 30. Gewoon die pleuntjes mee eens. Bordzak gewoon niet los, hè? Oh, oh, oh. Klutzak vet. Van Parijs net gestart. En dan moet hij het meteen opnemen tegen Patrick Snijers in de Mini. Die voorbij komt, die aan zijn tweede ronde begint. En dan vliegen ze naast elkaar op het rondpunt af. Aan JB Motorsport op de Zoningen Roeselare. Van Parijs tegen Snijers. Circuit racen in de rallyomloop van Vlaanderen. Snijers moet Van Parijs voorlaten hier aan het rondpunt. Ja, rechts 30, links 60, rechts 22. Rechts en links 28, zeer lang. Wat een manier, hè. En rechts 22. En rechts 22, dus links 15. Hai, ik stel er. Ik stel er. Hai, gedaan met lachen. Snijers komt weer voorbij. Snijers ziet dat Van Parijs even stilvalt of dat zijn Ford Focus even hapert. Snijers weer voor Van Parijs. En dan komt Bernd Cazier. En dan komt David Bonjean. Zo gaat het eraan toe op de zoningproef. We gaan weer naar het rondpunt. Snijers dus voor Van Parijs. Van Parijs gaat rechts en Snijers is links dat rondpunt gaan nemen. En weer valt hij stil in die rechtse bocht. Daar is Bernd Cazier. U hoorde de woorden Vortzak en Rotzak zijn typisch West-Vlaamse woorden en ze betekenen vrij vertaald. Patrick Snijers is een toffe kerel. Snijers dus vierde in Roeselare. Hij de zesvoudige winnaar van de Omloop van Vlaanderen en zeven keer Belgisch kampioen. En nu een vierde plek. Tim van Parijs wordt derde. Derde in, ja, nog een moeilijke eindfase met regen onderweg. Bernd Cazier verliest nog veel tijd op de laatste twee proeven. Want hij rijdt naar de finish met een zieltogende Subaru. Hij wordt tweede op 2 minuten en 35 seconden. Het heeft aan een zijdendraadje gehangen. We wisten het al een paar speciaals dat de motor aan het gaan was en de ingenieur zei normaal moet het kunnen lukken en ja, de twee speciaals zijn min of meer gelukt en op de zoning was het helemaal gedaan. De motor ging tot 140, 150 graden en die kon ieder moment griperen en ja, we zijn nog tot hier geraakt en blijkbaar hebben we nog net iets over om tweede te zijn, dus, maar de auto is lam. Ook Pieter Tjoen kruipt nog door het oog van de naald bij de start van de laatste proef. Op de zoning wil de motor van de Citroën niet meer starten. Dan start hij maar op de startmotor en dan rijdt Tjoen met bibberende benen naar de finish, naar de zege. Het was het belangrijkste vandaag voor ons podium. Zeker punten pakken, aankomen en als het kon met een overwinning. En we hebben deze namiddag de forcing gevoerd en ik ben blij dat we hier met de volle buit naar buiten naar huis kunnen gaan. De top 5 in de Roeselare en een zeer knappe zesde plaats voor Kevin de Maarschalk met de Citroën C2 R2 Max. Tjoen, voor de zevende keer heeft hij gewonnen in Roeselare en is daarmee nu solo recordhouder. Zijn zevende Belgische rallytitel denkt.